Yo kijkers van de Place, super als je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Marijn en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe Mailbal Career Mode serie. Het is een Player Career Mode, aflevering nummer 6. En ik ben super hyped voor deze aflevering, want er gaan heel veel momenten gebeuren in deze wedstrijd. Ik ga zoveel mogelijk potjes spelen, zoals we zover mogelijk in het seizoen komen. We spelen onze eerste wedstrijd tegen Colchester United. Ik had er nog nooit echt van gehoord. Maar we gaan hard tegen hard, zoals je daar zou staan. En dan beginnen we met een heel erg mooie goal. Want moet je nou eens kijken, pure klasse, pure skill, wat een goalbal. En ja, we komen van 1-0 voor. Het maakt niet uit op wat voor manier het dan maar moet. Maar het blijft gewoon een mooie goal. En dan krijg je een deel. En dan worden we gelijk in het volgende potje, want we werden in rust gewisseld. Kappen wat man uit. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. We hadden 4-6 kills gehaald. Dus ik kom langs deze man. Ik loop nog een paar voorbij. Dat is goed, ik. Dan is het een mooie redding van de keeper in de korte hoek. Maar niemand stopt Megan af als hij nog geweest is. Zelfs niet een goede keeper die in de goal staat. De bal wordt een beetje slecht met de kop hier. Ik denk, ik ga hem uitkappen. Ik word een beetje gebeukt. Maar wat een long shot. Wat een goal van Megan. Super nice. Een heerlijk doelpunt. Hier dacht ik, maak de volgende gelijk. Maar nee, dat gebeurde dan weer net niet. Maar we scoren onze eerste best wel goede longshot. Dat is natuurlijk super nice. Dan komen we gelijk in de volgende wedstrijd. Voor de Capital One Cup tegen Newcastle United. We hadden Stoke City al geburnt. Dus zouden we deze wedstrijd ook nog moeten winnen. En we beginnen gelijk heel goed. Schitterend linksonder. Schitterend rechtsboven. Ik spend hem. En ik gooi muziek onder. Ik ben gewoon een zweetend, oké? Zweterigheid. En dan krijgen we deze goede actie. We moesten het volhouden. En dan Ronaldo! Just the start that Newcastle. En dan moeten we het gewoon op 1-1 houden. En dan ik durf het niet uit mijn mond te zeggen, maar het is echt zo. Oh my fucking god! Henk de Jong flikker op uit deze fucking aflevering hier. We scoren gewoon weer een prachtig doelpunt, hè? En nou is het zeker weer niet waar, hè? Nou hebben we gewoon goed gespeeld. Je ziet het aan mijn kap, ik kan niet liegen, hè? Oh, jij gaat ook nog lopen liegen, ook, joh. Jij vuile man. Jij gaat een beetje lopen liegen. Nou ja, we verliezen wel 5-2. Maar ons team heeft toch goed gestreden. We hebben toch gewoon 2 goals gemaakt tegen het gedegradeerde uit de Premier League, Newcastle United. Dan mogen we de volgende wedstrijd tegen Crowe niet spelen. Spelen we helaas met 2-2 gelijk. Ja, Crowe, ik weet mijn god niet hoe ik dat, hoe die kutclub uitspreekt, man. En dan komen we terug voor de J-Paint-trofie. Ik wist mijn god niet wat het was tegen Deck en Red. Maar ik vroeg me echt af wat nou dan echt betekende, dat J-Paint-trofie. Want ja, dat je dat niet weet, jij domme oen. Hé, hey, komt de vrouw van Henk de Jong even. Ja, ga lekker naar Ronnie toe of zo. Ron is trainer van PEC, houd je bek. Oh ja, joh, ga jij lekker wat zeggen. Hier, we koppen de bal er gewoon prachtig in. En ja, dan maakt het toch weer niet uit tegen wie we spelen. Als we scoren is het al lang goed. Helaas zijn wij het niet. Maar het team scoort wel. En dat is het belangrijkste, vrouw van Henkie. Godverdomme, hou jij lekker je man van een dating site af, joh. Dan vervelen wij hier gewoon goed voor. En dan krijg je gewoon een prachtig doelpunt van onze speler, Megan. Dat is niet dus een van velen, want hier komt de bal nog door. En tikt ons medespeler erin. En dit was een speciale wedstrijd. Want we hadden nog nooit zo goed gespeeld voor Millwall. En ik wilde ook zeker in deze wedstrijd een hat-trick gaan scoren. Hier krijgen we wel een grote kans. De tweede, die gaat er ook in. Weet je, de aids van de keeper. Maar ja, de keeper van de dag en red kan natuurlijk ook eigenlijk helemaal niks. En dan had ik nog lange tijd om een hat-trick te maken. Ik ren er langs. En ik denk, ik pak die longshot. Wat een geweldig doelpunt van Megan in die korte hoek. Gewoon echt een topper goal van ons natuurlijk. En dan zien we hier dat we door die hat-trick opgeroepen zijn voor het Nederlands elftal. Voor de wedstrijd tegen Italië en Noord-Ierland. Allebei doen ze mee aan het EK. En ik dacht, ja, dit is mijn kans. Ik moet allebei de wedstrijden gewoon spelen tegen mensen die meedoen aan het EK. Dit is natuurlijk gewoon mijn kans. Ik voel me daar wel staan. Het Wilhelmus is er wel. Maar mag ik dan spelen tegen Noord-Ierland? Wat kinderachtig, toch zomaar. Oh, het is weer kinderachtig van onze grote vriend Blind. Hij wil natuurlijk alleen mensen van Ajax erin hebben. Maar ja, dan spelen we deze wedstrijd wel gewoon Nederland zelfs speelt tegen Noord-Ierland. En dan winnen we wel gewoon met 1-0 door een goal van Promes. Dan komen we gelijk in de wedstrijd tegen Italië, want die willen we wel spelen. En we beginnen met de enige man die wel goed kan voetballen bij Nederland. En dat is Robben, die gewoon een geweldige vrije trap binnen kan inschiet. Dan komen wij gelijk
hierna met een grote kans. En ik wist dat het mijn dag was. Ik rende met de bal en met de linkerpoot. Ja, ja, zeker. Het is echt zo'n dag. We scoren onze eerste interland goal. Daarom hoopte ik dat we geen goal meer tegen jou krijgen. Dat gebeurde dan helaas niet door deze fromme goal van Italië. Maar het zou uiteindelijk geen invloed meer hebben op de winnaar. Want wij waren gewoon de winnaar tegen Italië. Dit is het einde van de video. Als je deze video leuk vond, druk dan even op die like-knop. Abonneer ook zeker als je nieuw bent. Om op de hoogte te blijven van al onze contact. Laten we gaan voor 10 likes. En dan zeg ik tegen jullie, later mensen. Tot de volgende keer.